Waarom is het nou zo onwijs moeilijk om in de avond niet te snoepen of te snacken? Dit is een vraag waar ik echt dagelijks mee te maken heb met betrekking tot het begeleiden van onze leden die een lifestyleverandering willen laten plaatsvinden en die graag gezond willen leven. En het blijft altijd omhoog komen dat vooral het momentje 's avonds op de bank zo ongelooflijk moeilijk blijft om niet te snacken of niet te snoepen. En in plaats van dat gewoon niet te willen, is het belangrijk dat je gaat kijken waar komt het gedrag vandaan. En juist nu in de lockdown, waarin we eigenlijk alleen maar vervelend nieuws over ons heen krijgen. Niet alleen maar van het nieuws op televisie, maar ook om ons heen. Mensen die ziek worden, mensen die er last van hebben dat we elkaar niet kunnen zien. Bedrijven die omvallen en zoveel andere vervelend nieuws. Mensen waarvan het niet lukt om hun kinderen bezig te houden. Waarvan de een wel moet werken, de ander niet. Wel geen noodopvang. Allemaal, als ze willen even zwaaien, hoi! Allemaal vervelend nieuws waardoor je eigenlijk nog rotter gaat voelen. Dat helpt helemaal niet natuurlijk in ons gedrag en onze gewoontes. Om in de avond te snacken en te snoepen. En ja, weet je, normaal gesproken kan je 's avonds nog weg ontsnappen van de bank. Maar op dit moment wordt er alles aan gedaan om ons binnen te houden. En dat is nog moeilijker voor ons is om gezond te blijven. En wat de reden nou is dat je gaat snoepen en snacken, is zelfmedelijden. Ja. We vinden onszelf gewoon zielig. We voelen ons gewoon hartstikke KUT, zoals mijn kinderen dat netjes zeggen. En je gaat jezelf verdoven. Je gaat jezelf verwennen met dingen waarvan je eigenlijk denkt van dit gaat niet werken, maar ik heb er toch zin in. En wat het gedrag veroorzaakt is dus zelfmedelijden en het feit dat je je zielig voelt of dat je je kloten voelt of KUT. En hoe je dat kan omdraaien is door jezelf voor jezelf te gaan zorgen. Dus dit is echt keihard mijn antwoord. Ga voor jezelf zorgen. En dat wil niet zeggen dat ik in plaats van dat je op de bank zit en een zak chips opentrekt, dat je nu paprika's gaat zitten eten. Maar gewoon ga echt voor jezelf zorgen. Dus waar word je blij van? En ik had net een heel mooi gesprek hierover met een van mijn leden. En die zei... van haken word ik blij. Ik zeg, oké, waarom word je dan blij? Nou, één, omdat meditatief is het werk jezelf. Maar ook dat je het jezelf overwint met een patroon die je aan het haken bent. Die je eigenlijk nog niet kende. En dan ook nog eens een keertje dat je een eindresultaat hebt. Dus eigenlijk drie dingen waar je heel blij van wordt. Ja, in een stom haakwerkje. Dus waar word je wel blij van? Hè? Word je blij van in bad zitten en lekker voor jezelf zorgen? Ik word ingehaald door een racemonster. dus ga voor jezelf zorgen. Wat wel? Dus ga je ontspannen, ga je een boek lezen. Doe dat dan niet op de bank, want op die bank daar wil je altijd fratsen, zoals wij dat zo mooi noemen. Dus ga in bad. Zet een stoel boven op de overloop. Ga in bed zitten. Doe iets waar je heel blij van wordt. En doe het bewust voor jezelf. Dus ga voor jezelf zorgen. Is dat een rondje fietsen? Ga een rondje fietsen. Is het mediteren? Ga mediteren. Rol. Dus leg ergens een kussentje neer en gun het jezelf. Dus mijn antwoord op het gedrag die we zelf hebben ontwikkeld. Ga het omkeren. Ga voor jezelf zorgen. En betrek hierbij de jokers, zoals ik dit altijd zo mooi noem. En de jokers zijn de mensen in jouw omgeving. Dus voor mij zijn dat mijn kinderen en mijn man. Dus ik zeg dan 's avonds tegen een van de jongens, wie gaat er morgenochtend met mama mee een rondje lopen of steppen? Nou, en als iemand zich opgooit, dan zeg ik, we hebben een date. Gaan wij morgenochtend samen een rondje doen.
En wat er dan gebeurt is dat ik 's ochtends uit mijn bed word gehaald door een van mijn jongens die zegt, wij zouden samen naar buiten gaan. Dus zorg dat je team thuis onderdeel is van het complot. En zoals ik aan de dame uitlegde, die zei, ik ga lekker haken. Ze zei, ja, ik zou zo graag mijn matje willen uitrollen. En even willen mediteren. Ik zeg ook van, vraag aan je man, waar zou ik dit het beste kunnen doen? Maak hem onderdeel van je vraag. Dus ik zou graag mijn matje willen uitrollen. Nou, hoe vaak, vragen mannen, want die zijn altijd heel concreet. Daar heb je heel veel aan die mannen. En dan zeg je 2 keer per week. Oké, wat heb je daarvoor nodig? Nou ja, een plekje waar iedereen me met rust laat. Nou, mooi, zegt hij, dan zorg ik ervoor dat de kinderen een kwartier lang beneden blijven. En dan kan jij je ding doen. Ja, al doe je het op de overloop of naast je bed. Zorg voor jezelf. Doe het gewoon. Hey Loes, leuk dat je kijkt. En dus dit is echt mijn allerbelangrijkste tip. Als je wilt stoppen snacken en snoepen 's avonds op de bank. Of misschien zelfs wel 's middags. Ga voor jezelf zorgen. Dan voel je jezelf een stuk beter. En hoef je jezelf dus ook niet te verdoven met alles wat er in de lades of in de kasten naar je aan het roepen is. Heel veel succes met deze uitdaging. Zorg voor jezelf. Blijf gezond en stay safe.